ook nog wel tussendoor gebeld. Door eentje uit Polen. En dat is onze Chrissy. Ja, daar moeten jullie allemaal de groeten van hebben. Dus bij deze de groeten van Chrissy uit Polen. Nou, ik heb er 2 flessen ginger ale gehaald. Die ruimen we gelijk even op. Ik zal de tas even een stukje verder wegschuiven. Mag ik het doen? Dank je. En dat is 1. Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Want ja, daar zijn jullie gewoon weer bij aanbeland. Gisteren was het de 28e. Toen heb ik niet gevlogd. Het is vandaag alweer donderdag, de 29e. Van de 9e, 2022. En we leven om 15:39. Zegt de computer. Maar in ieder geval, gisteren heb ik dus niet gevlogd. Reden. Nou, ik heb dus een blaasontsteking. Ben niet de enigste in Den Helder. Nee, er zijn er meerdere. Zo ook mijn lieftallige surrogaatzusje Mary. Dus jij ook van harte beterschap. Ik weet wat het is. En je weet het zelf ook. Maar ja, ik heb je ook wat opgestuurd. Een link. En daar kan je lezen hoe je eraan kan komen. Bla, bla, bla. Maar in ieder geval, ik heb ook medicatie ervoor. Door die medicatie krijg ik giga hoofdpijn. Althans, dat had ik gisteren. Het is ook een bijwerking om hoofdpijn te krijgen. En ik heb een vlies voor mijn ogen, dat vind ik ook niet fijn. Maar in ieder geval, dat is een van de bijwerkingen. Nou, ik had gisteren giga hoofdpijn. Dat ik kwam pas om 6:00 uit mijn bed. Oké, ik werd ook nog wel tussendoor gebeld. Door eentje uit Polen. En dat is onze Chrissy. Ja, daar moeten jullie allemaal de groeten van hebben. Dus bij deze de groeten van Chrissy uit Polen. En zoals er nu voor staat, komt ze eind november weer naar Nederland. Dus dan ben ik weer happy. Gisteren, ik was net beneden aangekleed. Ik zou de meisjes nog uit gaan laten, een stukje. En ik kreeg een telefoontje. Of ik andere week wel collecten wou lopen voor de dierenbescherming. Ja, natuurlijk. Ik zeg, maar momenteel, ik ben blij dat het niet nu is. Ik zeg, want nu ken ik niet. Ik zeg, want ik ben ziek. Ik zeg, sowieso. Och, heide, ja, dat is pijnlijk. En ja, dan kun je de wc aan je vastbinden, als het ware. Maar het gaat vandaag. Top. Ja, ik heb wel lang in bed gelegen, ook omdat ik eerst weer hoofdpijn had, maar dat is nou weer gezakt. Dus daar ben ik ook blij mee en we gaan er lekker de frisse lucht in. En het is, daarom hebben we blauwe lucht en daar is het mooi weer. Daar zie je ook het zonnetje wel schijnen. Maar ja, helaas pindakaars, het is wel donker. Ja. Donkere lucht van hier tot, wat heb ik jou daar? Met daarop boven de bomen een gat van een beetje een blauwe lucht en witte wolkjes. Ja, dus ja, dat doen ze. Maar in ieder geval, wij gaan er even lekker van genieten. En ik moet ook naar de apotheek even medicijnen halen. En ik moet eigenlijk ook naar de VOMA, want ik heb geen ene boodschap nog gedaan. Nee. Deze hele week nog niet. En het is nog maar donderdag, dus ja, ik heb morgen nog, ik heb zaterdag nog. Maar mijn brood raakt ook wel op, ja. Dus we gaan het proberen. Lukt het allemaal niet, want om rond 7:00 komt die mevrouw om de spullen te brengen voor andere week voor het collecteren voor de dierenbescherming. Dus ja, helemaal weer leuk, ja. En die week erop hebben we de Brandwondenstichting. Dus het komt helemaal weer toppie. Dus mensen, lieve vrienden, let daarop. We gaan er weer voor. Dus ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Zo, lieve vrienden, ik heb alles weer gedaan wat ik gedaan zou hebben vandaag. En dat was in de stromende regen. De meisjes uitgelaten, ja. Ik was nog maar nauwelijks de deur uit en begon te plensen.
Nou, en dat ik met blaasontsteking zit, ja, kon ik niet verder dan een klein stukje. Maar ja, komt wel weer goed. He, ze hebben nog steeds de tuin voor hun beschikking, dus ja. We hebben geen balkonnetje, hè? Nee, ze kunnen lekker fotten in de tuin. Het is zo erg geweest met die regen, dat Elwing is nog steeds nat. Ja. Dat ik terugkwam, heb ik de jas uitgedaan. Ik heb mijn koffie genomen, weliswaar koud water erbij, want ik stikte van de dorst. Daarna heb ik een andere jas aangetrokken, want mijn jas die ik aan had, die is waterdicht en winddicht, maar hij was gewoon klammig van de nattigheid. De buitenkant was dus drijfnat, maar hij hangt nou aan mijn rollator te drogen. Ja. Dus ik had een andere jas aan met boodschappen doen. En daar hebben we een tas vol met boodschappen. Ja, ik heb andere broodjes moeten halen. Dit is 1,29. Dus ja. Is wel goedkoop. Want het is niet 1,60. Met die andere was twee zakken voor 1,60. Maar die waren er nou niet. Dus, en deze zijn in de aanbieding. Nou, ik denk, dan neem ik die mee. Tja, ik wil bruin brood, weet je. Maar ja, ik denk, ik neem er maar één mee. Want wat moet ik nou doen? Ik moet een dubbele moet ik in een andere zak doen. Ja, dat is met ontdooien. Dan moet je die hele zak eruit halen. Nou, dat wil ik niet. Dus die gaat even daar. Een medicijnen heb ik ook even gehaald. Dat is voor mijn cholesterol. Nee, is voor mijn cholesterol. Dat is niet voor rondjes. Nee, is er niet voor rondjes. Is er niet voor rondjes. Nee, gaat even de naaimachine. Ja, en dan gaan we proberen die sticker eraf te halen. Want die zakjes, dat is altijd wel makkelijk. Want er zit een ritsluiting in. Ja. En dat vind ik ideaal. Dan kan je altijd iets in bewaren. Oké, er zitten wel luchtgaatjes in, maar daar valt niks uit te vallen. Nee. Dus ja, hup. Dan gaan we dat even weggooien. Want daar hebben we niks aan. Maar dan moet ik uitkijken, want daar is een hond, daar is een hond en daar is een kat. Ja? Mag ik even door? Dank u wel. Jullie krijgen straks eten. Ja? Nou, dan heb ik twee flessen ginger ale gehaald. Die ruimen we gelijk even op. Ik zal de tas even een stukje verder wegschuiven. Mag ik het door? Dank u. En dat is één. En dat is twee. Voilà. En ik heb nieuwe vleeswarenbakjes gehaald. Want daar zat ik nog al tijden, al meer dan 2 jaar om te zoeken. Want ik heb wel, maar die zijn eruit gevallen uit de koelkast. Omdat de koelkast zo overvol was. Ja. En nou is die wat stuk. Ik kan hem nog wel gebruiken. Maar ik moet erom denken. Maar ik heb nog een paar andere vleeswarenbakjes, maar die krijg ik weer heel moeilijk open. Nou, nou heb ik deze. Pak er dan. Nou, dan pak die hem. Eens even kijken. Nou, dat gaat makkelijk open. 1. Nou, keurig toch. Even lekker afwassen, is het weer schoon. Ja, gaan we gewoon in de vaatwasser gooien. Oh, daar zit het lippie. Oh, ik heb 2 lippies waar je hem aan open kan doen. Toppie. Zo, nou, dat gaat daar even staan. Dat moet afgewassen worden. Zo simpel als wat. En wat heb ik hier? Is dit voor mijn meisjes? Nou, ik moet nog naar de Action, maar we krijgen de hele week regen. Vrouwtje moet in regen, moet ze lopen te collecteren. Wow. Dan moeten jullie wat lekkers. Ja?
Ik heb even dit ook nooit meegenomen voor jullie. Oeh, ja, maar dat lust je wel, hè? Nou, maak open dan. Doe je dat niet eens? Zal ik een schaartje pakken? Zal ik een schaartje pakken? Ja? Nou, ik pak een schaartje. Ja, jij hebt wel snoepjes gehad. Kom dan. Kom dan. Ik ga jullie even proberen te kantelen. Dat jullie de honden ook zien. Elwin wel. En niet of jullie... Ja, Rijka nou ook. Eerst Rijka. Geweldig. Dat is zo leuk. Zo, nou. Ga ik dit weer even in hun bak doen. Hier nog eentje. Heb ik op koekjes hier gezeten. Huh? Voilà. Jij het snoepje gehad net. Dat je binnenkwam. Ja. Het is niet altijd feest hoor. Nee. Zo. Gaan we verder. Nou, ik heb twee pakken kaas. Maar dat is ook zo schreeuwend duur geworden. Maar ja, je wil toch wat hebben op je brood. Een leverworst, daar heb ik zin in. Ja, ik heb zin in plakjes leverworst vanavond bij de televisie. En ik heb nog wat voor jullie meegenomen. Ja, voor onderweg weg. Mini vrolijksnoepjes, gaat de kast in. Pepernoten. Ja, dat moet hij daar ook naartoe. Ja, ik ga die schaar ook even weer opruimen. Zo. En dan heb ik de voorkandel. Krokante brokjes met rund, kip en vis. Die gaat naar boven. Geloof ik. Even zien wat dit is. Mag ik even door? Even zien wat dit is. Ja, dan zet ik hem weer goed. Dan gaat deze naar boven. Ga jij eens even weg met je kop eruit. Die gaat naar boven. Dan blijft deze brokjes met vis beneden. Ja, mag ik even door? Zo. Ja, wat heb ik er nog meer? Uiteraard een bounty voor bij mijn koffie. En dan hebben we nog een doos met natvoer voor kandoof. Dat is 3 met kip, 3 met kalf, 3 met gevogelte en 3 met lever. En dan heb ik er nog één en dat is 3 met zalm, 3 met forel, 3 met kip. En 3 keer met kalf. Nou, toch helemaal goed. En toen was die leeg. Oh, toen was die leeg. Wow. En het wordt toch donker. Die lucht. Nou, die spreekt boekdelen. Zal wel weer een buik komen. Echt. Het is regen en zon. Maar als het regent, regent het ook wel goed. Echt wel. Maar ja, dan moet ik denk ik morgen of zaterdag weer even boodschappen doen. Maar ik kon niet meer meenemen. Nee, mijn tas was vol. Ja, en aan die broodjes heb ik te weinig. Ja, ik heb altijd een voorraad brood. Ik ga dit even ook opruimen. Ja, die zit er heel te knagen. Ja.
En dit zijn de vleeswarenbakjes die ik bij Bessar heb gekocht. Maar zoals ik al zei, die krijg ik heel slecht open en ja, en weer dicht. Moet echt klikken ook. Dicht gaat makkelijker dan open, maar ja, ik weet niet. Die mag iemand anders wel weer hebben. Voor, ja, kijk, want als de een in de afgewarmd moet worden, dan heb je tenminste weer een reserve voor schoon. Nou, dat heb ik nou met die oude, die ook al eigenlijk kapot is, maar makkelijker open gaat dan deze. Ja, deze die markeert verder niks aan. Dan enkel, ja, gaat moeilijk open voor mijn artrose. Terwijl er hier toch nog een kier zelfs bij zit. Ik snap er geen reet van. Ja, nou zit hij wel dicht. Gaat heel moeilijk. Maar er zit ook een handvat aan. Dus ja. Dat gaat dus. Of iemand neemt het mee, of het gaat naar de kringloop. Eén van die twee. Zo simpel is dat. Ja, ik hoef het niet meer. Ik moet niet spullen hebben wat voor mijn vingers heel moeilijk open gaat. De kaas kan ook opgeruimd worden. De leverans kan opgeruimd worden. Daarbij in. Hoppata. Leverworst kan erin. Hoppata, die kan daar. Au. De brood moet nog mee aan de gang. Dus ja, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet verder van jullie namiddag. Hoe laat leven? Nou, het is al avond. Laten we dat maar erop houden. Ja, het is 18:24. Dus ik zou zeggen, geniet. En geniet ook gewoon weer met ons mee. Een hele fijne, liefdevolle avond. En smakelijk eten. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden. We komen weer eventjes bij jullie terug. Om jullie natuurlijk een welterusten te wensen. Ja, het is alweer reeds 2:24 in de nacht. Ja, en mijn bedje die wacht. Ja. Ook op de meisjes. En de televisie doet weer raar. Oh. Doe hem uit. Wat krijg je? Gaat niet uit. Nee, krijg je dat. Geen signaal. Ja. Rodding. Zo. Nou hoop ik dat hij wel uitblijft. Ja. Nou doet hij het goed. Maar in ieder geval, mijn bedje die wacht op ons en we gaan er lekker naartoe. Dat ik wens jullie natuurlijk allemaal hele mooie dromen. En vandaag, wat mij te wachten staat, 11:45 rond die tijd komt Claudia. En die moet uiterst 3:30 weer weg, want haar vriend is vandaag jarig. Dus ja, maar dat komt straks allemaal wel weer. Ik wens jullie nu gewoon een hele goede nacht. Slaap zacht en tot aan de andere kant van de nacht. Doei!